Euro NCAP kennen we van de crashtests, van de elektronische veiligheidssystemen. En nu is er iets nieuws. Euro NCAP Advanced. Euro NCAP heeft namelijk de eerste Advanced Rewards uitgereikt. Dat is een prijs die een autofabrikant kan krijgen als hij een veiligheidssysteem heeft ontwikkeld wat revolutionair en innovatief is. Het systeem moet uniek zijn en het effect op verkeersveiligheid moet worden aangetoond door wetenschappelijk onderzoek. Ik neem de systemen nu kort met je door. Als je alles van wil weten, kijk dan op www.consumentenbond.nl/auto. Audi heeft een reward gekregen voor zijn Sight Assist systeem. Dat bestaat uit radars in de achterbumper die controleren of er verkeer zit achter je of in de dode hoek. Zo niet, en het is veilig om in te halen, dan zie je dat aan lampjes in de zijspiegels. BMW heeft een prijs gekregen voor zijn Advanced eCall systeem. Wat houdt dat nou in? Dan stuurt bij een ongeval de auto automatisch een sms naar het callcenter. Waarin staat bijvoorbeeld van waar de auto staat, de zwaarte van het ongeval, dat kan inhouden of de airbags zijn afgegaan. Daarna belt het callcenter automatisch terug naar de auto. En als ze dan niemand aan de lijn krijgen, dan weet je gelijk, dat is foute boel, we sturen de hulpdiensten erop af. Een soortgelijk systeem vinden we bij de Franse merken Citroën en Peugeot. Bij een ongeval kan je dan of met een druk op knop of automatisch contact opnemen met de callcenter. Mercedes-Benz heeft een prijs gekregen voor zijn pre-safe systeem. Dat systeem controleert of de bestuurder opeens hard uitwijkt of hard op de rem gaat staan, oftewel er komt misschien een aanrijding aan. Wat doet hij dan? Hij trekt de gordels hard aan, de stoel gaat in de optimale positie en de ramen gaan omhoog. Mercedes-Benz heeft een tweede prijs gekregen en dat gaat voor het pre-safe breeksysteem. Dat is een uitbreiding van het pre-safe systeem, maar dat meet dan met een radar in de voorbumper of er een kopstaartbotsing aan dreigt te komen. Als je dan als bestuurder niks doet, je remt niet, dan gaat die auto automatisch remmen en het trekt gordels aan. Honda heeft een prijs gekregen voor een soort gelijk systeem. Maar alleen hier is het zo dat 2 seconden voor een mogelijke aanrijding begint hij 3 keer hard aan je gordel te trekken en het begint al te remmen. En mocht je dan nog steeds niks doen, dan gaat hij automatisch maximaal remmen en trekt hij de gordel maximaal aan. Opel heeft de prijs gekregen voor zijn Opel Eye. Een cameraatje bovenaan de voorruit en die kijkt naar rijbaanmarkeringen en naar verkeersborden. En als je naar die rijbaanmarkeringen dreigt te overschrijden, dan waarschuwt het ervoor met piepjes. Volkswagen heeft een prijs gekregen voor een soortgelijk systeem als Opel, alleen bij hun heet het Lane Assist. Als je de witte streep dreigt over te gaan, dan gaat de auto vanzelf zachtjes tegensturen. En als je hem echt grof overschrijdt, dan krijg je een flinke trilling in het stuur. Tot slot het merk Volvo. Die krijgt een prijs voor het City Safety systeem. Dat lijkt ontzettend op die andere systemen wat werkt op hoge snelheid, maar dit is bedoeld voor binnen in de stad. Wat gebeurt er namelijk? Je rijdt heel zachtjes gewoon door een stad heen en je wordt afgeleid, dus je rijdt zo. Daar staat een auto en je remt niet zelf. Wat doet hij dan? Bam! Hij remt uit zichzelf. Ga naar www.consumentenbond.nl/auto. Daar zie je hoe alle auto's van nu op het gebied van veiligheid presteren.